De Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines zal vanaf juni rechtstreeks vluchten uitvoeren van Miami naar Suriname. Omdat vliegmaatschappijen op een vrije markt opereren, zal de SLM naar nieuwe groeimogelijkheden moeten uitkijken. Dat zegt minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme. De Open Air Agreement bestaat sinds 2004, maar wordt nu pas in Suriname toegepast. De bewindsman geeft aan dat de SLM genoeg kennis en kunde in huis heeft. Dus wij moeten zaken positief bekijken en niet gaan hangen in wat zal gebeuren. Juist moeten wij gaan bundelen en kijken hoe dit bedrijf, parastataal bedrijf, als national carrier, dat wij onze national carrier blijven stimuleren, loyaal blijven zijn aan onze national carrier. Maar dat is niet de taak van de minister, dat is de taak van de directie. En met ondersteuning van de toezichthouder, de raad van commissarissen, met aan de leiding de president-commissaris. En dat zij hieruit ook concurrentievoordeel of nieuwe strategieën gaan bedenken. Ik trek het even in lijn, u ziet wat gebeurt met Air France KLM. Zij moeten snijden. Gaan snijden in kosten en dat gaat met een aantal zaken gepaard om te overleven. Maar wat we zien, wat de American Airlines doet, is juist gaan voor een groeistrategie en nieuwe markten, nieuwe destinaties aandoen. Tot zover minister Albert Jubitane van TCT. We spraken hem over de afspraken met de vliegmaatschappij American Airlines.